Skatepark Haarlem is een indoor skatepark in Haarlem, in de Waardepolder. Die we samen met de Haarlemse skaters hebben opgericht. Die hebben jullie echt helemaal vanuit het niks opgericht en uit de grond gestampt? Ja, klopt. Thomas is nou een jaartje of 7-8 geleden begonnen met een handtekeningen inzamelactie. We willen gewoon een indoor skatepark, een binnenskatepark in Haarlem, zodat we lekker kunnen skaten als het nat is. Vanuit daaruit zijn er gesprekken met de gemeente gevoerd en na een lange tijd, veel gesprekken verder en veel werk, hebben we hier nu een mooi skatepark staan. En natuurlijk skaten ze er nu allemaal zelf. Goedemiddag allemaal, hoe gaat het? Maar ze geven er ook skateles aan in totaal zo'n 100 kinderen van verschillende niveaus. Yes! Gewoon, ik vind het leuk. Ik begon al met skaten toen ik al 4 was. Wat is het moeilijkste trucje dat je aan het oefenen bent? De sprong. Hey Jonas, ik hoorde dat jij wel goed bent te skateboarden. Ja. Hoe goed ben je dan? Ja, lastig te omschrijven. Hey, is er nou ook iets waarvan je zegt, dat is zo moeilijk, dat lukt me steeds maar niet? Ja, een varial flip. Nog een keertje. Ja. Hey, lukte die haar nou of niet? Ja. En skateboarden is tegenwoordig ook een Olympische sport. En dat ziet Jonas wel zitten. Ja, zeker, ja. Ik wil heel. Dat is echt mijn grote droom. Grote droom, ja. En dan goud pakken. Ja, maar dat. Ja, oké, dat is nog groter. Zijn jullie dan ook al bezig met eventueel Parijs 2024 of de Olympische Spelen van 2028 om een Haarlemse skater daar te krijgen? Nou, wie weet, het hangt natuurlijk af van de ambities van de skaters zelf. De ambities die in ieder geval alle handvatten die ze nodig hebben om te trainen en zich voor te bereiden. En dat is denk ik het meeste wat we kunnen doen momenteel.